Morgenavond om 8:30 bij de NCRV op Nederland 1, het tweede en tevens laatste deel van Sybil. Dit jaar beleeft Kerkenpad het 10e seizoen. De routes zijn zorgvuldig gekozen door alle delen van het land. Meer dan vroeger zijn ook andere bezienswaardigheden opgenomen. Tal van musea en bijzondere toeristische attracties zijn te bezichtigen. En natuurlijk kunt u daarbij de prachtige Kerkenpad gids 86 niet missen. In de kerken is deze rijk geïllustreerde gids te koop voor 10 gulden. Wanneer u hem thuis gestuurd wilt hebben, kunt u 14,50 gulden overmaken ten name van NCRV-uitgaven in Hilversum onder vermelding van Kerkenpad 86. Het gironummer is 125-3000. Straks over 3 minuten kunt u kijken naar een documentaire over het kerkelijk leven in Rusland. Tot die tijd wat kerkenpadbeelden van vorig jaar, namelijk van de Sint-Martinuskerk in Bethlehem. Kerkenpadbeelden van vorig jaar, u zag de Sint-Martinuskerk in Bethlehem. De nu volgende Duitse film vertelt het verhaal van het kerkelijk jaar in de Russisch-Orthodoxe Kerk. Het is een bijzondere film, want er werd gewerkt met toestemming van de Russische autoriteiten. En zo ontstaat een beeld van een kerk dat in het Russische Rijk geworteld is. De film werd door Niek Heisenberg bewerkt en kreeg als titel mee Kruis, Hamer en Sikkel.